ik ben dus aangekomen in Dordrecht. En daar is een Shell, die is mij aan het vloggen en ik ben haar aan het vloggen. Lekker ding is het ook. Maar ik moet nog even de vlog openen. Hoi, welkom bij een nieuwe week/weekendvlog. Leuk dat je kijkt, mijn naam is Rosanne en ik ga uit eten met Veer naar RSL. Het is 5:50, wij moeten haasten, om 6 uur heb ik gereserveerd. Dus wij gaan nu en dan zie ik jullie zo meteen weer. Nou, ik loop hier dus samen met mijn belletje. Oh god, is dit... En ik pleur wel lekker bijna mijn bek. Maar we zijn dus nu in Dordt en we lopen even naar Veer toe, want we gaan lekker uit eten. Nou, we moeten die mannen gewoon leeg eten, moet je in staan, dan is het niet meer zo erg. We zitten bij Lekker Manita, ik zit met Vera en Marcel. En dit helemaal is mijn domein. Mijn domein? Mijn. Leuk hoor. Ja, maar je bent wel mooi. Kijk, het lijkt me dat ik heel hard heb lopen janken op de telling. Oh, je bent wel mooi hoor. Jezus, je zit gewoon te filmen. Koeienkut. Kijk, zeg maar lekker naar jezelf. Die maken geluid. Nee. Oh, bommers. Maar daar staan we. Ja, even charmant weer als altijd. But that's the way I love you. Dat heb ik niet meer op camera. Oké, we zijn nu weer bij de auto. Ik ga even door naar Erik. We gaan daar even chillen. En we moeten nog even proeven. Heel, niet op mijn spugen. Oké, ik zeg vol van mijn dik en appelzut. Echt een kop van jou? Lekker niet, Guido. Ik kan een ratslag, wil je hem zien? Nee, dank je. Nee, dat gaan we niet nog een keer doen. Nee, rot op. Zal ik hem doen? Nee. Zijn jullie er klaar voor? Gaan we, ga je het echt doen? Oké, okay, midden in een garage gewoon, doet ze gewoon even. Als je op je bek gaat. Zie ik me al ooit. Zie ik me. Ik ben alleen maar om. Weet je dat zo'n verstandig is? Nou, hij is dan netjes ook. Maar ik ga dat niet doen, want er komt wat eten uit. Ben je dan lekker slaap? Ik begin ervan te trillen! Zo, jeetje man! Alles zijn we knap! We hebben heel de garage voor ons zo, maar kijk op de plek, chill. Ik nou, zeg, hou nu bedankt. Wat vinden jullie van mijn vlechten? Nee? Zie je bijna niet, nee? Oh jawel. Hij lijkt er niet om fliek, want ik heb geen highlighter op. Nou, ik ga naar huis. Dan heen eerlijk toe en ik zie jullie vanavond morgen weer. Bye! 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 Bye. Oké, ik zit nu in de auto. Het is volgende dag, hi. Het is vandaag donderdag en ik ben nou onderweg naar huis. Ik heb net een dag gewerkt. Ik ga zo sporten. En dan ga ik mijn haar krullen, dus je eindelijk kijken en gewoon lekker chillen. En morgen... Wat de fuck gebeurde daar nou? Oh, wacht even. De man van de knippen komt langs. Hi. Yes, dankjewel. Nou, zoals je gisteren ook kon zien, heb ik het echt super leuk gehad met het eten en zo. Daarna ben ik doorgegaan naar Erik, heb ik gitaar gespeeld. En ja, toen ging ik naar huis en was ik gelijk helemaal kapot. Ik ben dood op geweest. Ik ben gelijk mijn bed ingedoken. Ik heb echt een kutnacht gehad, omdat ik natuurlijk die oortje die gaatjes heb geschoten vorige week vrijdag. Slaap kwam een week lang echt gewoon kut. Maar ik ga zo meteen van de pont af, als die gaat varen. En dan ga ik even snel mij omkleden en ga ik sporten. Toen was het alweer zaterdag. Ja, het is dus vandaag zaterdag. En vrijdag heb ik gewerkt, ben ik op stap geweest 's avonds. En donderdag ja, heb ik vrij weinig uitgevoerd. Dus nu is het gewoon zaterdag en vandaag ga ik weer echt leuke dingen doen. Zometeen word ik opgehaald door Simone. Dan gaan we boodschappen doen. Dus 's avonds gaan we koken voor een vriend van ons. En daarna gaan we lekker drankjes drinken en gewoon gezellig. En dan blijf ik ook slapen. Dus dat wordt gewoon echt super, super leuk. En ik ga me nu even klaarmaken, want ze kan er elk moment aankomen op te zitten. Dus dan ga ik eventjes verder met mijn hoofd fixeren. Nou, ik zit nu in de auto samen met Simone. Hallo! En we gaan nu naar Hardingsveld toe. We gaan even boodschappen doen voor vanavond, want wij gaan dus koken. En ik heb er echt zin in. Het is op zich wel lekker weer. Het is niet koud of zo, maar ja, ik denk wel dat het zal regenen. Het is een lucht, is niet te vertrouwen. Nee, daarom.
En ik wil even kijken bij een tassenzaak in Hardingsveld voor een nieuwe tas. Want Simone heeft vorige week een bordeaux-rode. Echt een rood-rode tas gekocht bij Sasje. En ik had echt zoiets van: oh my god, die moet ik ook hebben. Waarom heb je die gewoon online besteld? Ja, dat zal ik even naar de kijken. Maar ik dacht bij mezelf: ik ben vorige week toch in Rotterdam. Ah. Even kijken daar. En anders bestel ik hem inderdaad. Maar die was echt super mooi. Maar goed, wij gaan dus nu op naar Hardingsveld. En dan zie ik jullie straks weer. Simone heeft een super mooi jurkje aan. Ze zijn van omkleden. Ze hebben een zwart jurkje aan met onder de... hoe heet die laarzen ook alweer? Overknieboots. Overknieboots. En ze doet dit geweldige tasje erbij. Ik ben echt verliefd. Dit tasje ga ik ook kopen bij het Sasje. Zelf heb ik me eigenlijk ook wel omgekleed. Ik heb nou dit jurkje aan van Simone. Het is een beetje een truijurk, maar ik vind het heel erg leuk. En ik kan nou weer zoiets hebben. Ik ben nou weer wat afgevallen, dus dat is tof. En daaronder doe ik dan straks mijn boot. Vind ik wel tof staan. En dan een leuk tasje erbij. Nou, zie ik er zo super leuk uit, mensen. We zitten nou op de bank te wachten tot Janneman er is. Zo heet de jongen waar wij voor gaan koken. En we hebben er heel veel zin in. En ik wil eigenlijk even laten zien hoe mijn outfit eruit ziet. Dus Simoontje, wil je even filmen? Ja hoor. Nou ja, Simone. Hi. Oké, ik heb dus een jurkje van Simone aan. Ik zie het niet. Ik kan hem alleen doen, een klapje. Kan je zelf zien. Het jurkje is van Simone. Ik heb mijn Clarksonen aan, want het zijn de enige schoenen die ik bij me heb. Het zijn mijn Clarkies. En ja, gewoon hetzelfde. Alleen het jurkje vind ik heel erg leuk. En ik voel me nou zelf zeker dat ik afgevallen ben, dat dit gewoon wat platter is. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Mijn curve blijf ik toch wel houden, dus waarom niet gewoon lekker benadrukken met een mooi jurkje? Dat moet elke vrouw doen. Nou gaan we lekker verwachten. Even wijn drinken, want we hebben hier wijn staan. We zijn echt wijnverslaafd. Nam 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 nam. Oké. We zitten nu in de auto samen met Jan. Hoi hoi. Hoi hoi. En we rijden nu naar huis toe. Dan gaan we lekker koken. Ik heb echt honger. Ja. We gaan lekker eten. We hebben hier... Ik ook, ja, nee, dat kan. Ik kan gewoon klaar zetten met eten. Ja, maar ik heb dat ding dan nooit gebruikt. Ik heb het maar één keer geprobeerd. Je moet er vanmorgen even naar kijken. Ah, doe morgen. Nou, dit is ons eten. Lekker. En we hebben hier nog schnitzel staan. Samen met champignonsaus en daar nog een beetje kroketjes. Dus we gaan er lekker van genieten. We zijn net gewoon lekker aan het chillen en een beetje YouTube-videos aan het kijken. Ik zit met Jan en met Simone. Hallo. Hallo. En we gaan naar YouTube-films aan het kijken. Zo meteen gaan we naar Breda. Dus dan gaan we lekker stappen. Maar ik neem mijn camera dus niet mee. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. En anders morgenavond. I don't know. Ik ga in ieder geval een hele leuke avond hebben. Doei, tot morgen. Nou, ik ben nou wijn aan het drinken. Dat is heel fijn. Weet je nog eens motto, Simone? Wijn. Is fijn. Nog meer wijn. Is fijner. En te veel wijn. Doet pijn. Dat is echt serieus. Zeker. Morgen. Het is day after. Waarom 5 uur thuis? Ik ben kapot. Ik ga het weer terug naar bed toe. Ja, maar dat was echt super leuk en heel gezellig. Nou, inmiddels ben ik thuis. Het is 4:30, bijna 5 uur. Ja. Het is heel gezellig. En dan gaan ze even eten en dan ga ik weg. Ja. Ja. De nieuwe was nog opgevouwen en toen laat ik even naar Oké. Maar het was heel erg leuk. Ik ben nou heel erg moe, dus ik ga zo eten en dan ga ik lekker heel de avond op bed liggen. Dat vind ik een goed plan. Ik heb geen chilipepers gedaan hoor. Waarom? Ik heb het al eerder gegeten dan. Nee. Waarom moeten die dingen nou harder afgevoerd worden? Welke dingen? Die kipfilets. Waarom doe je dat? Ja, het staat erop. Maar je... Dat doet dat. Luister naar mee, Bart. Afspoelen is water. Dus je gaat de kip schoonspoelen. Dan ga ik hem drogen. Mama. Ben je nou kip aan het drogen? Ja. Gekke werk hier. Good morning. Het is weer maandag en gisteren heb ik echt super weinig gevlogd. Ik was zo mega brak. Ik voelde me echt verschrikkelijk. Ik heb dus de hele middag slash avond in bed gelegen. En het was echt super chill. Ik ben wel even dom geweest. Want zaterdagnacht, ja, ik denk dat we om 5 uur op bed lagen of zo. Ben ik weer ergens tegen aangelopen. Dus ik heb nu op mijn knie deze mooie bul zitten. Ja, dit doet best wel zeer. En het is best wel een diepe snee.
Dus best wel dom weer. Voor de rest ga ik zo meteen filmen. Het is namelijk 11:30 en ik wil zo meteen echt weer wat actief gaan doen. Ik moet mijn kamer opruimen. Want dit is weer een één grote rotzooi hier ook. En dan ga ik dus filmen. Ik ga wel eigenlijk 2 video's opnemen. En dan ga ik boodschappen doen. Ga ik stofzuigen boven. En mijn moeder een beetje helpen. En dan vanavond wil ik even een pamperroutine video opnemen. Dus dat is, en dan ga ik lekker relaxen. En ik ga video filmen. Dus dat is super chill. En welkom dit kijken. En deze vlog editen. Dus ik vind het best wel een goede planning voor vandaag. We gaan tegenaan. Maar ik ga nu dus even eten. Ik kom maar. Even mijn kamer verder opruimen. Omdat ik nog steeds een grote teringbende. Maar dit is de look geworden die ik gefilmd heb. Gewoon mijn make-up en kles video. Dus dat. En ik ga even eten fixen. En dan ga ik mijn kamer echt opruimen. En dan ga ik verder werken aan mijn to-do list. Ik ga vandaag wel eens verkleed als zwerver. Ik heb mijn unicorn shirt aan van Pull&Bear. Mijn trainingsbroek van H&M Clarks. En daaronder heb ik gewoon stiekem deze sokken aangedaan. Ja, mijn haar is gewoon één groot drama. Mijn make-up is on fleek. Is echt gewoon, contrast is gewoon echt gewoon top. Oké, ik ga boodschappen doen. Let's do this. De middag is voorbij gevlogen. Ik ben even eten aan het maken. En de kraan is van nog open. Vast wel mooi, ik ben aan het vloggen. Ja, leuk! Mijn shirt. Mijn broek. Nou, ik ben dus even eten aan het maken en dan gaan we zo lekker eten. Zo, nu zit ik dan met een masker op mijn kop. Ik ben namelijk een video aan het filmen voor mijn kanaal. Ik ben namelijk. Mijn pampering routine aan het filmen. Daar is de setting. En voor de gelegenheid dacht ik, laat ik eens even een lekker maskertje doen. Ik heb ook nog even lekker een handcrème gebruikt. Echt, als je bij de rituals bent, deze handcrème is echt hemels, echt leven. En mijn OPY olie. Ik ben voor de rest dus een boek aan het lezen. Dat is dit boek. Oh, ik zal hem even omdraaien. Ik ben dus dit boek aan het lezen. De laatste grote mysteries. En ja, ik vind het echt vet interessant, zulke dingen. Er staan echt wel interessante dingen in. Van dus zulke mythes en zo. Als ik dan zo kijk, denk ik echt van, kan toch echt wel zo zijn? En waardoor Steve Napoleon? Ja, weet ik veel. Een ratels van deze tijd. Mysterieuze sterfgevallen. Ik weet niet. Ik vind het gewoon heel erg interessant. Dus dat is echt iets wat ik graag lees. En ik ben even bezig met mijn schriftje. Even een opzetje maken voor de maand mei. En even mijn YouTube ideeën uitwerken. En gewoon even lekker chillen. En zo vermaak ik me eigenlijk wel deze avond. Met mijn hoofd zo. Ja. Top. Oké. Oh ja, trouwens. Ik had foto's gezien van zaterdagavond. Simone had al die foto's gestuurd aan mij. Ik heb echt. Ik heb echt een vet blij hoofd. Ik zal een paar foto's laten zien. Was er hier ook bij? Oh ja. Nou, allereerst deze foto. Nou, dat vind ik, dat is gewoon een vrij normale foto, vind ik. Nou, hier sta ik ook nog op. Ook gewoon hartstikke normaal. Ja, en nou, komt dit gedeelte, joh. Ik heb no shame. Ik deel dit gewoon met jullie. Geweldig. Oh, wat is dat vet grappig, zeg. Ja. Nou, gisteren voelde ik me dus echt kut. Nou voel ik me eigenlijk gewoon weer goed. Maar dat is wel vet leuk. Ik ga mijn masker er zo afhalen en dan ga ik even lekker verder relaxen. Nou, inmiddels is het alweer wat later op de avond. En ik ga zo meteen naar Walking Dead kijken. En dan ga ik straks lekker slapen. Morgen moet ik gewoon weer werken. Ik ben best wel moe eigenlijk. En mijn gezichtje is echt glad. Door de masker. Lekker, lekker. Ik ga in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hier naar te kijken. Doe vooral een duimpje omhoog. Laat mij weten wat jouw favoriete masker is. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En als je deze vlog tot het einde hebt gekeken. Yay. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Dag.